Goeiedag. Het was de afgelopen dagen al heerlijk zomerweer met hoge temperaturen. En op deze foto zien we de zonsondergang van gisteravond in Park Lingezegen tegen een strak blauwe lucht. En die blauwe lucht blijft het nog wel even houden, want deze dagen steven we af op een hittegolf. De eerste van dit jaar. En als we dan naar de kaart kijken, dan zien we dat het vandaag alweer wat warmer wordt dan gisteren. In het westen blijft de temperatuur iets achter, maar in het oosten worden er op vele plekken tropische waardes gehaald. En als we dan even inzoomen op Gelderland, zien we dat het in onze provincie eigenlijk overal wel tropisch zal worden, zo'n 30, 31 graden. En onze regio doet er in ieder geval niet voor onder. Van Druten tot Nijmegen en van Overbetuwe tot Wijchen. Het wordt vandaag een heerlijke 31 graden. En dan kijken we nog even naar de komende dagen. De rest van de week zal het kwik langzaamaan, maar zeker nog iets verder oplopen tot zo'n 34 graden. Zaterdag mogen we dan officieel spreken van een hittegolf. We hebben dan 5 dagen op rij gehad met meer dan 25 graden, waarvan 3 boven de 30. Zet die ventilator dus maar klaar en geniet ervan.